Ja, en dat ziet er gewoon prima uit. In Thuiswonen met Dementie laten we zien wat u kunt doen om comfortabel en veilig thuis te kunnen blijven wonen. In deze aflevering krijgt u informatie en tips over thuiswonen met dementie. Ook het Alzheimercafé kan u helpen om langer thuis te kunnen blijven wonen. Het Alzheimercafé is eigenlijk een ontmoetingsplek voor mantelzorgers en voor dementerenden en voor alle belangstellenden die geïnteresseerd zijn in het onderwerp dementie. Ik denk zeker dat het Alzheimercafé bij kan dragen aan het langer thuis wonen met dementie. Want ik denk dat als mensen de juiste informatie hebben en op tijd goede informatie hebben en zich gesteund voelen door allerlei informatie en daardoor ook beter en langer voor de dementerende thuis kunnen zorgen. Maar dat wist ik niet, dat nog nooit in de ziekte. Ik ben nou helemaal Alzheimer. Ik woon nog thuis. Ik ben nu wel dement verklaard. Ik ben gewoon zelfstandig wonend en dat gaat prima. Ik ben een tamelijk gewone onzaler, denk ik. Ik kom vrijwel altijd met mijn zoon. En dat doen we omdat we het gezellig vinden. Zou je zeggen, ja, maar toch... Als ik het gevoel heb dat we over hetzelfde een beetje aan het praten zijn en elkaar begrijpen, ja, dan vind ik dat prachtig. Mooier kan het niet, zou ik zeggen. Ik vind het altijd leuk als ik iets van mezelf een beetje kwijt kan. Ik had dat gevoel ergens mee te maken. Ik ben nu al 7, bijna 8 jaar mantelzorger van mijn man. De praktische dingen die weten we onderhand wel door ervaring. Maar de nieuwe inzichten, de veranderingen, wat er op de markt komt, de politieke veranderingen in de zorgverlening, hoor je allemaal in het Alzheimercafé. En de sfeer, er is harmonie. En toen merkte ik dat we het nog best fijn konden hebben samen. Dat we nog gelukkig konden zijn. Maar je merkt toch wel dat het heel erg gewaardeerd wordt door de mensen. Voornamelijk ook door het stuk informatie wat ze krijgen. Het is belangrijk voor mensen om informatie te krijgen, zodat ze op tijd ook kunnen inspelen en actie kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld laatst hadden wij een notaris hier in het Alzheimercafé. En dat wordt dan toch wat laagdrempeliger. De mensen stappen toch eerder naar een notaris toe om eens vrijblijvend te gaan informeren. Toen die avond hier geweest was, toen heb ik het initiatief genomen om naar een notaris te gaan. En die man die heeft, ik had eerder niet zoiets, maar die heeft een notariële akte opgesteld. Met jou, nou ben ik het woord kwijt, dus dat is dadelijk, maar dat kan, hè, dat kan. Met jouw erfenis kwesties, ja. Een vragenbriefje, dus stel dat u een vraag hebt. Die vrijwilligers, die doen dat vanuit hun hart. Die zijn de empathie die hier is. Dat voel je aan alle kanten. Het Alzheimercafé ontlast mij als mantelzorger niet van mijn dagelijkse dingen, maar wel van mijn geestelijke druk. Ik kom hier ook altijd heel ontspannen vandaan. Je hebt weer wat geleerd en je hebt lotgenoten gezien en je weet dat je niet alleen met dat grote probleem zit. Het Alzheimercafé is een heel nuttig verschijnsel hier in Oldenzaal. Het wordt nog niet zoveel bezocht, maar dat komt omdat, denk ik, de mensen een beetje huiverig zijn voor het verschijnsel Alzheimer, ziekte en dat soort dingen. Dat moet snel veranderen. Mensen moeten daar heel gewoon over kunnen praten, vind ik. Voor mantelzorgers is het Alzheimercafé, ik zou bijna zeggen, een warm bad. Je wordt bevestigd in de mogelijkheden die er allemaal nog zijn. En niet in dat zielige hoekje gedrukt. Ik denk dat daar ook het Alzheimercafé een hele grote rol bij ons ingespeeld heeft. En wat ik zeg, en de bevestiging. Het is de bevestiging dat je iets hebt wat wel heel erg is. Maar ja, je bent er nog en je kunt ermee leven. Je kunt ermee leven. Deze heb ik gemaakt. Die heb ik gemaakt.
Ik maak er door de jaren heen al wat. Ik heb het nooit eerder gedaan. En het is een leuk hobby. Dit dagcentrum is voor mensen met geheugenproblemen en niet aangeboren hersenletsel. En dan is de doelgroep wat jongere mensen. Het beste is eigenlijk dat ze toch wel in een vrij vroeg stadium hier al komen. Dan is het makkelijker om hier te wennen en toch een veilig plekje te hebben. Waar ik woon in Vroegsoop is ook wel een dagbesteding. Maar dat is toch iets waar hij zich echt niet thuis voelde, omdat hij gewoon heel jong is. En ook voor jonge mensen is het gewoon heel belangrijk om begrepen te worden. Je bent hier onder je eigen mensen. En in huis zit je helemaal alleenig. Mijn vrouw gaat daar werken. En je kunt wel eens een keer naar je dochter gaan. En je kunt wel een keer naar je kennissen gaan. Maar die op een gegeven moment dan denken ze ook van, ah, daar komt hij hier. Er zijn bijvoorbeeld collega's die niet meer met hem praten. Of die hem echt uit de weg gaan van, ja, hoe moet ik met iemand praten die dat heeft? Ik ken mensen die, en die lopen met een boogje om je heen. Die kennen je niet meer. Dan denk je van, waarom? En hier heb je, ja, als je een keer niet lekker voelt, is altijd een luisterend oor. Wij onderscheiden ons in de activiteiten die we doen. Dat hier wat jongere mensen komen. De mensen werken hier in de tuin, de mensen wandelen, fietsen. In huis, ja, ik probeer wel eens te schilderen, maar het lukt me niet zo helemaal meer. Ja, en dan gaat de verveling toeslaan. Dus hij wil mij helpen, terwijl het soms niet zo goed gaat om te helpen. Ik had helemaal geen hobby's. En toen zei iemand tegen mij, probeer dit eens. Als je dan iets lukt en het begint te komen, zoals dit ook. Je hebt een ruwe steen en je polijst hem. Dus die haalt er dit uit. Dat is toch leuk? Hij ziet het echt als een uitje, als een plezier en niet als een noodzaak. Dus in dat opzicht denk ik daar soms iets anders over. Als iemand een paar dagen hier op de stekkerkamp komt, wordt de mantelzorger toch wat meer ontlast. Dat ik mijn eigen gang een beetje kan gaan. Het is belangrijk voor de mensen zelf en het is ook belangrijk voor de mantelzorgers. Dat de mensen andere prikkels krijgen, dat de mensen gestimuleerd worden. Dat de mensen een dag uit huis zijn, dat als ze thuiskomen, dat ze dan ook nog wat aan hun partner te vertellen hebben. En hier heb je een besteding. Hier heb je wat te doen. Hier heb je met allemaal mensen te maken die ook een handicap hebben. Want als je een arm gebroken hebt, kun je het zien, of een been. Maar je ziet het niet aan de mensen. Eenmaal in de week hebben we een groepje die naar de fitness gaan. We hebben zelf een fitnessapparatuur hier staan. Wij kunnen gebruik maken van de medici en de paramedici op de stekkerkamp. Dan kan de logopedist hier komen, de fysiotherapeut, de psycholoog, de ergotherapeut. We proberen ons wel aan te passen aan de mensen. Wat ze mooi vinden, wat hun hobby is of wat ze graag willen doen. Het stimuleert je erg en het geeft toch een gevoel van eigenwaarde wat je allemaal nog kunt. Ons streven is de mensen zoveel mogelijk zelf te laten doen. Het eten zover. Helpen met stofzuigen, eten klaarmaken, koffie zetten. Om hun te stimuleren zo lang mogelijk toch nog gebruik te maken van de dingen die ze nog kunnen. En dan heb je ook nog het voordeel van dat het therapeutisch kan zijn. Bijvoorbeeld als je met klei bezig bent, dan moet je je handen gebruiken. Je moet kneden en het, ja, traint je spieren ook weer. Ze leren nieuwe dingen weer aan. En dat vind ik ook wel heel belangrijk, dat je toch nog wel wat kan leren. Je valt in een heel andere wereld, een wereld wat je niet kent. Je hebt altijd je werk gehad en dan kom je hier. Het komt eng over, je kent het niet. Die drempelvrees, daar moet je overheen. Als je dat eenmaal gedaan hebt, dan denk je van, dat is leuk. Ik heb wat te doen. Ik vind dat toch wel dat je eerst even de eerste stap moet doen om, nou ja, naar een dagbesteding toe te gaan. En eigenlijk vind ik het ook heel belangrijk dat mensen eens beseffen van wat ze op een dagbesteding doen en hoe belangrijk dat voor mensen is. Je hebt ook het lotgenotencontact. Je kunt ook met de cliënt gaan praten van, ja, nou, heb jij dat ook? En hoe doe jij dit of hoe doe je dat? Je hebt niet het gevoel dat je het alleen allemaal moet doen. Hier is het van, nou, we gaan even koffie drinken of we gaan eens even een eindje wandelen of we gaan eens even dit doen of we gaan even dat doen. Hij heeft natuurlijk weer dingen te doen. Hij heeft structuur en
Ja, hij vindt het hier gezellig. Ontspanning. Even de zooi van je afzetten. En niet nadenken. Gewoon met je steen bezig. Hoe kunt u uw huis dementievriendelijk maken? Ergotherapeut Nienke geeft praktische tips. Actief zijn is heel goed, ook voor mensen met dementie. Soms is het handig om voor het overzicht de activiteit wat af te bakenen. Dat kan door een lint te gebruiken in de tuin om een stuk wat geschoffeld of onkruid vrijgemaakt moet worden. Of je kan het afbakenen in tijd en dan kan je een kookwekker gebruiken. Om bijvoorbeeld op een half uur te zetten. En na dat half uur gaat het belletje en dan is iemand klaar. Om het aankleden zo lang mogelijk zelf te kunnen laten doen, is het handig om als partner of mantelzorger de kleren in volgorde klaar te leggen. Waarbij het kledingstuk wat als eerste aangetrokken wordt, bovenop ligt. En dat is dus in dit geval het ondergoed. Hou de sleutelbos zo overzichtelijk mogelijk. Zorg ervoor dat alleen die sleutels aan de bos zitten die daadwerkelijk worden gebruikt. En tape met een gekleurd tapeje een sleutel om. En zorg ervoor dat diezelfde kleur bij het bijbehorende slot zit. Het zetten van koffie met behulp van pads of cups lijkt heel eenvoudig. Maar als iemand met dementie gewend is geweest om altijd filter koffie te zetten, dan kun je daarop terugvallen. En dan kan je bijvoorbeeld een lijstje maken waar de verschillende stappen in staan. Als het water in het reservoir doen. Het filterzakje erin doen. Een schep koffie erin. En het apparaat aanzetten. Je kan ook als thuiszorgmedewerker of als mantelzorger de koffie al helemaal klaarzetten in het filterapparaat, zodat de dementerende zelf alleen nog het apparaat hoeft aan te zetten. Voor meer tips, kijk op de website langzultuwonen.nl. Door middel van attributen hebben mensen zoiets van, oh ja, god, dat hadden wij vroeger ook. Ik heb nog zo'n rood vergiet. Oké. Okay. Ik vind het leuk om weer andere mensen te zien, andere ideeën te horen. En dan anders zit je de hele dag met elkaar in huis. Het is een gezellige bijeenkomst, maar wel heel zinnig. Een zinnige bijeenkomst, dus dat uitwisselen van die ervaringen. Wij gaan het vandaag hebben over eten en drinken van vroeger. Nou, ja. Ik heb ze allemaal vergeten groentes opgehangen. Tijdens die bijeenkomsten halen we herinneringen op met mantelzorgers en de zorgvragers, de dementerenden. Met als doel eigenlijk om het contact tussen de dementerenden en de mantelzorg te vergroten. En het eigenlijk ook vooral heel erg gezellig met elkaar te hebben. Pastinaat, ja. Wie weet wat dit is? Het is heel leuk. Meijeraap. Als ze hier zien van hoe je aan de hand van attributen en geuren en smaken herinneringen kunt ophalen, kun je dat thuis natuurlijk ook heel goed uitproberen. Maar de mensen krijgen daardoor een positief gevoel. Als de dementerende ook een positief gevoel heeft, is dat veel prettiger in de hele huiselijke sfeer. Dus uiteindelijk hou je het gewoon langer vol met elkaar. Magree, als ik jou nou een leeg bord geef, hè? Ja. Ik geef jou een leeg bord. Wat zou jij nou het allerliefste op dat bord zien? Wij hebben nog geen zin om op een appartement te zitten, want... Er woont 200 meter van het bos af. Even de straat uitloop, kijk ik al in het bos. Helemaal leven, dus gewoon heerlijk. Maar is er iets wat je echt heel erg lekker vindt? Ja, aardappels met... Mantelzorgers leren een beetje wat dementerende ook nog kunnen. Vaak is het, ze kunnen steeds minder, maar ze kunnen ook nog wel heel veel, als je het ze maar aanreikt. Je maakt dit mee, maar je bent leek. Ja, je weet niet wat je te wachten staat. Je weet niet, doe je het goed, doe je het niet goed? Dat is gewoon de vraag. En nu hoor je van anderen van, nou, die doet het zo, die doet het zo. En je neemt mee wat je denkt van, nou, dat past bij mij. Een van de dingen is dat mantelzorgers wat leren over wat dementie nou is en hoe ze met dementerende om kunnen gaan. Als ik jou dit potje nou geef en je ruikt dat, waar denk je dan aan? Ruik maar eens. Laten we even kijken.
Moet je daar ergens aan denken? Af en toe heb ik het moeilijk om te praten. Oké. Dus dan moet je niet schrikken. Ik vergeet ook heel gauw wat, dus ik zit even te bedenken wat we ook eigenlijk zeggen. Het is wel lekker. Ja. Ruikt bekend, of niet? Nee, geen gezeur, zal ik maar zeggen, over het is zo erg of het is zus of zo. Of er wordt gewoon gezegd van hoe het staat. En niemand is triestig of is anders. Daar kun je praten en je kunt lachen. En dat is heel erg leuk. Nou, soms proeven we ook dingen. Zien. We laten altijd heel veel attributen zien. Muziek zijn we wel mee bezig. Dus dingen horen. Maar wij proberen eigenlijk alle zintuigen te prikkelen. Als je bijvoorbeeld de geur van kaneel afsnuift. Nou ja, heel veel mensen denken aan stoofpeetjes of aan appelzaad of aan kruidkoek. Kaneel? Ja. En als je aan kaneel denkt, wat denk je dan? Aan kaneel? Lekker. Kaneelstokje. Kaneelstokje? Ja. Er is eigenlijk nooit iets goeds of nooit iets fouts. We halen herinneringen op. En dat kan dus bijvoorbeeld gaan zoals we gezien hebben over het eten en drinken. En het is nooit goed of fout, want of iemand nou graag nasi lust of aardappels lust. Ja, dat is zo. Dat is zijn of haar beleving. En dat is altijd goed. En dat proberen we ook heel erg te benadrukken. En als iets goed is, krijgen mensen daar een positief gevoel van. Dan heb je als mantelzorger misschien wel even van, nou, er klopt helemaal niks van. Maar ja, er is geen man overboord of het nou klopt of niet. Want ik word wel gek als hij zoveel keer, 10 keer hetzelfde vraagt. En ik heb wel heel veel geduld. En op een gegeven moment zeg ik, wow, hou je mond, ik schrijf het op. Ik zeg geen antwoord meer. Dat je kunt een stukje gebak krijgen, vergeet ik niet. Maar je zegt, moet je de vloer aanvegen? Daar denk ik niet meer aan dan. Nee. Een beetje humor is wel heel erg belangrijk. En dan mag je gelukkig zijn dat je het hebt. Oh, prachtig om te zien, hè? We hebben het niet alleen over eten, maar ook over drinken, hè? Ja. Zijn dit typisch drankjes van vroeger? Je kan overal over praten. Met mantelzorgers kan ik ook heel goed praten, want je zit allemaal in hetzelfde schuitje. Ik denk dat je het niet moet opkroppen. Ik denk dat dat het moeilijkste is van alles. Mensen die het opkroppen, die het niet uiten. Ik weet niet of hoe lang je dat dan volhoudt. Ja, dat je je niet ervoor hoeft te schamen. Dus dat vind ik heel belangrijk, dat ik erover kan praten. Maar er zijn misschien mensen die zich ervoor generen en daardoor zich terugtrekken. Ja. Doe dat alsjeblieft niet, maar wees er open. Nee, en dat heb je dus met die bijeenkomsten. Dat je zegt van, je praat er vrij over, je praat er. Maar ik denk dat je dan ook minder gaat voelen. Dat lijkt me ook niet best. En als een mantelzorger het langer volhoudt, kan een dementerende langer thuis blijven wonen. Ik ontmoet alleen maar begrip bij andere mensen ook, als ze het weten. En als ze het niet weten, krijg je misschien de gedachte van, wat doet dat mensen raar? Weet je wel, 3 keer vragen. Als ze het weten, is dat normaal? Dan heeft iedereen daar begrip voor. Het is gewoon zo. Hij is aan het vergeten. En ik ben daarbij. Deze afleveringen, Thuis wonen met dementie, geven een indruk hoe mensen met dementie veilig en comfortabel thuis kunnen wonen. Voor nog meer tips en inspiratie, kijk op de website langzultwonen.nl.